Goedemorgen mensen, ik ga vandaag vloggen en mijn outfit is heel lelijk, maar ik ga straks naar Bounce, dus dan heb ik een beetje comfortabele kleding. Ik heb een vest aan en een legging. En ja! Ik heb net eventjes mijn haartjes gedaan met deze steltang. En ik moet zeggen, dit is echt een aanrader. Dit is de ISO Professional steltang. En deze komt van de huisartsbeurs en daar was hij €90. Maar als je hem nu op die shop koopt van die ISO Professional steltang en zo, kost hij €130. Dus dat is wel een prijsverschilletje, maar het is echt een aanrader. Want ik heb zelf krullend haar, zeg maar. En normaal krijg ik mijn haar nooit zo stijl. Maar met deze steltang is zelfs een plukje van mij binnen één keer eroverheen gaan stijl. Ik kan er ook nog eens pijpenkrulletjes mee maken. Nou, aanrader zou ik zeggen. Maar ik heb vandaag een best wel drukke dag. Ik ga eerst naar mijn overgrootoma, want die is 12 maart jarig. En zij wordt 94 jaar. Dat is echt een oude leeftijd. Daarna ga ik naar Bounce. En daarna weet ik niet wat ik ga doen. Maar mama, hey, is wijs gezellig. Hallo. En ja, dus ik heb best wel een drukke dag. We are going to my overgrootoma. I don't know you, dat zegt in het Engels. Wacht! Wacht op mij, ik ben niet zo snel. Jongens. Smile. What the fuck betekent dat bootje zo bij huizen en zo? Ik weet echt niet. Weet iemand dat? Laat even in de comments weten, want ik ben benieuwd. We zijn net geweest en nu gaan we naar Bounce toe. Jee, hoera, joepie, leuk, gezellig. Ja. Ja, leuk. Oké, okay. In ieder geval hier links en rechts. Links, rechts, tussen hier. Bounce was zeg maar dicht, dus we zijn nu naar het tuincentrum gegaan. Want mijn broertje die zit voor plantjes, die wil plantjes zaaien of hoe je dat ook noemt. En ja, we zijn dus nu naar het tuincentrum en het is saai. Wat hebben we voor Fransie meegenomen? Wat hebben we meegenomen? Een varkensoor. Geef hem maar aan hem. Gadverdamme, het stinkt zo hoor. Is het lekker, mop? Is het lekker? Is dat lekker? Is het lekker, jongen? Is dat lekker? Ah, poepie toch. Ja, en wat heb ik gekocht? Ik heb drie van deze kaktusjes gekocht. En ze zijn super cute! Mama, waar gaan we heen? Naar Ben. Ja, we gaan naar een verjaardag en het is echt super mooi weer. Dus we hebben even korte mouwen aan. En ja, leuk hè? Zeg maar ja. Ja. Ja, precies. Ja. Maar je voelt ze wel zitten. Ja. En daar is ook je gevoel voor. Ja. Hij heeft maar twee van al die bloemen die ik voor jou. Ik heb laatst een klavertjes 4 ding geplant. En er is al eentje uit en dan moeten er nog 3 groeien. Maar ik heb laatst van mijn vader een vleesetende plant ding gekregen of zo. En een soort van potje en dan kan je sneeuw maken. En ik dacht, nou, hoe leuk is het om eventjes in een video te laten zien hoe je dit moet maken. Dus ik ga het nu even maken. Ik moet zeg maar dit poeder, of ik weet niet precies wat het is, moet ik hierin gooien. Zo, en dan moet ik er nu, dus zeg maar, het ziet er nu zo uit. Moet ik er nu water bij flikkeren. En ik ben best wel bang wat er gaat gebeuren. Oh, het gaat heel snel. Even kijken jongens, het stijgt helemaal. Oh, dit is wel echt vet gaaf. Oh, dit vind ik echt cool. Hè? Wat eng. Het is gewoon sneeuw. Maar het is niet koud of zo, maar het is... Hè? Dit vind ik wel echt vet alles. Als ik er nu nog wat bij doe, wat gebeurt er dan? Ik heb ook meteen mijn vlees eten en plant gezaaid, want ja, dat is wel gewoon vet cool, weet je. Hey, ik heb net gedoucht en ik zit nu moordvrouw te kijken, maar ik ben best wel moe al. Dus ik sluit hier bij mijn vlog af. En ja, tot mijn volgende video. En super bedankt voor het kijken. En later!